Dit is een korte presentatie bij paragraaf 6.3. Het gaat over abstracte kunst. Die stroming die duurt van 1905 tot 1930. Waarmee niet gezegd is dat er nu geen abstracte kunst meer wordt gemaakt natuurlijk. Deze presentatie hoort bij hoofdstuk 6. Kunstgeschiedenis 1900 tot 1950. En je ziet hier een werk van Piet Mondriaan. En daar gaan we in de loop van de presentatie nog iets meer van zien. We gaan natuurlijk eerst, zoals altijd, even kijken naar de leerdoelen. Je leert welke kenmerken abstracte kunst heeft en hoe kunstenaars van nu zich door deze kunst laten inspireren. Je moet de begrippen kunnen reproduceren die van belang zijn voor het beschrijven van abstracte kunst. Als je een abstract kunstwerk te zien krijgt, moet je de kenmerken kunnen beschrijven. Uiteindelijk moet je ook de effecten kunnen beschrijven. Wat voor effect heeft dat kunstwerk, of heeft dat kleurgebruik, of heeft die vormentaal op de beschouwer. En je moet kunnen beargumenteren waarom jij denkt dat een kunstenaar voor bepaalde kenmerken heeft gekozen. Het kan ook anders. Het kan ook zijn dat je in de voetsporen moet treden van de mensen die er op dat moment leefden. En aan moet geven waarom er voorstanders en tegenstanders waren van bepaalde kunststromingen. Nou, we gaan eerst eens even kijken naar een ander werk van Piet Mondriaan. Deze heet Compositie in rood, blauw en geel en is gemaakt in 1930. Het gaat erom dat de voorstelling niet direct herkenbaar is. Er wordt gebruik gemaakt van vormen, kleuren, lijnen, vlakken, maar er is niets wat ons doet denken aan de wereld om ons heen. Dat kun je zelf bedenken, je kan erover fantaseren, je kan erover nadenken. De een ziet er iets in, de ander ziet er niets in, maar abstracte kunst heeft geen relatie tot de werkelijkheid. Piet Mondriaan ging steeds abstracter schilderen. Hij kon best heel figuratief schilderen. Daar komt hij ook vandaan. Maar volgens hem moest kunst teruggebracht worden naar de essentie. Dus primaire lijnen, primaire kleuren, rechte lijnen. Niet te veel poespas. Dan zien we hier even heel kort in drie schilderijen van Mondriaan hoe dat dan tot stand komt. Dat abstraheren. Het eerste werk, een rode boom. Lijkt echt nog wel op een boom, heeft nog iets van een blauwe lucht achter zich. De grijze wordt al wat abstracter. Je ziet steeds minder dat het om een boom gaat. Je ziet nog wel een stam, je ziet nog wat horizontale uitlopers van takken. De derde, de bloeiende boom uit 1912. Ja, daar is het gevoel van een boom al vrijwel verdwenen. En je ziet dat het ook niet heel erg snel gaat. Het gaat echt wel geleidelijk, zo'n je stijl ontdekken en aanpassen en kijken wat je dan wil. Dus er zit best wel wat ruimte in de tijd die dat neemt om echt abstract te gaan werken. We zien hier nog drie werken van Mondriaan, of eigenlijk twee nieuwe. De eerste is de bloeiende boom die we zojuist al hebben gezien. En je ziet dat dan de stap naar het gebruik van lijnen en vlakken veel makkelijker te maken is. Toen Mondriaan het nog verder uit ging kleden, was zo rond 1920. Toen paste die echt alleen nog eenvoudige grote vlakken toe. In primaire kleuren, rood, geel en blauw. En hij vulde dat aan met wit en grijs. En dan worden die vlakken, krijgen een begrenzing, een contour, in zwart. In horizontale en verticale richting. We stippen heel even kort de geschiedenis aan. In welke tijd speelt het zich af? Na de Eerste Wereldoorlog was er eigenlijk wel veel verzet tegen traditionele opvattingen over de maatschappij, maar ook over kunst. Kunst moest volgens kunstenaars echt anders. Men gelooft dat alles anders moest en gelooft sterk in vooruitgang. We hebben dit nu gehad, we gaan er weer voor, we gaan vooruit. In 1917 is de Russische Revolutie. En dat wordt dan de eerste communistische staat ter wereld. Rechts, als afbeelding, zie je een propagandabeeld van Vladimir Lenin. En propaganda is een vorm van communicatie waardoor de belanghebbende partij wordt getracht om aanhangers voor zijn manier van denken te winnen. En zo bespeel je eigenlijk een beetje de publieke opinie. Dit doen ze door het bewust verspreiden van eenzijdige en soms zelfs wel verzonnen informatie. Fake news dus gewoon. Dat gebeurde toen al. Dus dit is een voorbeeld van propaganda. We kunnen het niet lezen. We komen er straks aan het einde nog een keer op terug. Maar dat is iets wat je in Rusland
veel ziet. Als we dan de kunstgeschiedenis induiken, dan willen kunstenaars eigenlijk dat als jij naar het kunstwerk kijkt, dat er bij jou bepaalde gedachten en gevoelens, emoties komen in je hoofd, in je lijf, die je eigenlijk nog niet eerder hebt ervaren. En daarvoor gebruiken ze kleur en vorm om een sfeer, een emotie, een idee of een visie te verbeelden. Op de afbeelding zie je een werk van Bart van der Lek. Hij was lid van de kunstenaarsgroep De Stijl, net als Piet Mondriaan. En dit werk heet Compositie 1917, nummer 4. Maar hij heeft als ondertitel Het uitgaan van de fabriek. Dus eigenlijk verbeeldt hij hier een fabriek waaruit de arbeiders vertrekken op het moment dat het einde van hun dienst is. Dat is iets, een thema wat hem heel erg boeit. Hij maakt hier meerdere schilderijen van, meerdere tekeningen. En je ziet ook zo meteen dat van heel realistisch, of tamelijk realistisch, naar abstract ging. En die abstrahering zet dus steeds verder door. Nou, hier zie je nog zo'n voorbeeld van het uitgaan van de fabriek. Dit is geschilderd in 1910. Ik heb het nu over het linkerwerk. Je ziet dat redelijk realistisch is. Je ziet herkenbare mensen, herkenbare gebouwen. En rechts is dus de verder geabstraheerde versie. Het abstracte werk van het uitgaan van de fabriek. Kunstenaars die experimenteren met nieuwe ideeën, met nieuwe vormen. En als je daar heel vernieuwend in bent, dan behoor je tot de avant-garde. Dus de voorhoede van een kunststroming. Kunstenaars die als eerste iets totaal nieuws uitproberen. Nou, dan zie je een werk van Francis Picabia. En hij wordt vaak als eerste abstracte kunstenaar genoemd, omdat hij in 1909 aquarellen maakte die alleen maar uit geometrische vormen bestonden. Dit is zo'n vroeg werk. Al zijn er mensen die zeggen, oké, al die ronde cirkels daar, dat is vast een vaas met bloem. Dus het is niet helemaal geaccepteerd als abstract werk. Er wordt ook wel gezegd dat een kunstenaar zijn werk op zijn kop zette. Een werk wat hij eerder gemaakt had en het daarna niet meer herkende. En dacht, oh, dat is mooi, dat herken ik helemaal niet. Dat de geboorte van abstracte kunst was. Dus daar bestaat wel wat, er bestaan wat andere denkbeelden over. Maar dan zien we hier werk van een vrouwelijke kunstenares. Haar naam is Hilma af Klint. En zij wordt gezien als de vrouw die de eerste abstracte schilderijen maakte. Zij is een Zweedse. En ze was eigenlijk heel onbekend bij het grote publiek. Ik denk dat er pas een jaar of twee dat haar werk ook in kranten in Nederland een beetje naar voren sijpelt. En haar werk is eigenlijk gewoon het eerste abstracte werk. In haar carrière maakte zij zo'n 1200 schilderijen. En er is een serie van 10 schilderijen die worden genoemd de 10 grootsten. En die zijn nu het meest bekend. En deze werken tonen geometrische vormen in felle kleuren. En na haar dood in 1944 mochten haar werken 20 jaar lang niet getoond worden. Omdat dit in haar testament stond. Pas na recente grote tentoonstellingen in Stockholm is haar werk wereldberoemd geworden. Ik moet zeggen, ik zou graag een werk van haar in mijn huis hebben. Past hier prima. Denk alleen niet dat ik het kan betalen. Terug naar Rusland nu. Een heel andere beeldtaal, heel andere kleuren. En de Russische kunstenaars maken werken over de revolutie. Of ze werken mee aan een nieuwe beeldtaal voor het communistische Rusland. De communisten hadden heel veel kunstenaars in dienst. Want die waren op zoek naar vernieuwing. Die waren op zoek naar iets anders. Dus zij maakten alle propaganda voor de nieuwe machthebbers. Een beeldtaal, daarmee wordt bedoeld communicatie door beeld. Passend bij een bepaalde tijd of een bepaalde cultuur. Even zien.
Na de Russische Revolutie van 1917 besloten de machthebbers in de nieuwe Sovjet-Unie hun ideeën op een unieke wijze te gaan uitdragen. En de Sovjet-ideologie zou worden gepresenteerd via avant-gardistische ontwerpen. Gemaakt door de culturele elite van het land. Dus de belangrijkste kunstenaars werkten aan die ontwerpen. Als mensen met een passie, die echt een passie hadden voor de nieuwe orde, vormden schrijvers en beeldend kunstenaars als het ware een artistiek leger. Dat net als het Rode Leger in dienst van de staat stond. Nou, vooral in de jaren 30 was er geen natie ter wereld die zoveel eerste klas kunstenaars in dienst had voor propagandadoeleinden als de Sovjet-Unie. Vandaar dat er ook heel veel propaganda te vinden is. Gaan we ons richten op de voorstelling. Eigenlijk heeft een abstract kunstwerk geen voorstelling. Er is niets wat ons doet denken aan de wereld om ons heen. Het is volledig abstract, dus het gaat alleen maar over vormgeving. De kunstenaar verbeeldt een visie, een sfeer, een emotie of een idee. En de vormgeving is dus veel belangrijker dan wat er wordt afgebeeld. Het kunstwerk is zelf het onderwerp, dus een abstract kunstwerk heeft geen herkenbare voorstelling. Gaan we kijken naar de vormgeving. Daar bestaat een abstract kunstwerk voornamelijk uit. In de schilderkunst zie je geometrische vormen, organische vormen, weinig details, bijna geen ruimtewerking, dus er zit geen ruimtesuggestie in. Er is niet heel duidelijk voor en achter, alhoewel je dat er misschien wel in kunt vinden. Er zitten bepaalde herhalingen of ritmes in die het fijn maken om naar te kijken. Of juist hele sterke contrasten. In de beeldhouwkunst, natuurlijk ook weer geometrische of organische vormen en geen details. Het heeft misschien een relatie met de werkelijkheid, als jij die erin zit. Maar het is niet het doel van het object om jou de werkelijkheid te laten zien. In de architectuur, in de vormgeving, dan gaan we even, maar nee, moet je eigenlijk een beetje denken aan Mondriaan. Rood, wit, geel, zwart, wit en grijs. En in dit Rietveldhuis komt dat hier ook weer heel sterk naar voren. In 1924, zo oud is dit pand al, vraagt Truus Schreuder en de bekende Utrechtse meubelontwerper Gerrit Rietveld of hij een nieuw woonhuis voor haar wil ontwerpen. De moeder van drie kinderen is net weduwe geworden. Dus Truus is net weduwe, heeft drie kids. En zij wil een huis dat helemaal voldoet aan haar een beetje eigenzinnige woonideeën. Nou, ze kent Rietveld al, ze hebben eerder samengewerkt en ze weet dat hij niet van tradities houdt. Dus is het een perfecte combinatie. Tijdens het ontwerp speelt ze ook nog een belangrijke rol, want ze weet precies wat ze wil. Het moet sober zijn en je moet er kunnen leven. Rietveld, die ken je wellicht wel van de meubels, want hij maakte vooral meubels in die tijd. De rood-blauwe Rietveldstoel die hij ontwierp in 1919. En een compleet woonhuis heeft hij tot die tijd nog nooit eerder gedaan. Dit is het resultaat. Een woning in de stijl van de stijl. Met alle kenmerken van die. Zoals je ziet heeft de band Frans Ferdinand zich laten inspireren op deze propagandaposter uit 1920 zo ongeveer. Die ontworpen is door L. Lisitsky. Het affiche links is een abstract werk. En het werd tijdens de Russische burgeroorlog gemaakt als propaganda. Voor natuurlijk het Rode Leger. De rode wig, dus die rode driehoek in de illustratie, die staat symbool voor de Bolsjewieken, het communistische Rode Leger. En die wil de witte, de anticommunistische troepen, voorgesteld door een witte cirkel, verslaan. De woorden uit de titel zijn in het Russisch op het affiche gedrukt. Dus Frans Ferdinand neemt de beeldtaal over, gebruikt ook woorden om te ondersteunen. En daarmee is het echt geïnspireerd op dit affiche van Lisitsky, versla de witte met de rode vlag. Dan kijken we hier naar een werk van Mondriaan links, wat je wellicht ook niet heel erg bekend voorkomt. Dit is een werk wat Mondriaan maakte in New York.
En deze serie markeert zijn laatste fase van werk als schilder. De zwarte lijnen, die de gekleurde vlakken van zijn werk omlijsten, zijn helemaal verdwenen. En wat overblijft zijn enkel die primaire kleuren, die zelf lijnen vormen op het doek nu. En de schilder heeft zich voor dit schilderij laten inspireren door de structuur van New York. Een stad die alleen maar rechte wegen heeft die haaks op elkaar staan en zo een raster creëren. Hierdoor lijkt het beeld stil te staan, maar als je de overlapping van de lijnen volgt, dan wordt het toch een dynamischere voorstelling. Als je dan kijkt rechts, daar zie je een werk van Gordon Bennett en het heet Home Decor. Gordon Bennett is een Australische kunstenaar die hier wat native Australische vormen terug laat komen, bedekt door een raster wat lijkt op dat van Mondriaan. Nou, daar gaan we in de les nog verder over praten. Daar komen we nog meer over te weten. Je kan ook je boek er natuurlijk nog eens op naslaan, want daar staat ook een werk van Gordon Bennett in. Dan sluiten we af met de leerdoelen. Je moet gaan leren welke kenmerken abstracte kunst heeft. Je moet de begrippen kennen die van belang zijn voor het beschrijven van abstracte kunst. Je zou moeten kunnen uitleggen waarom een werk abstract is. Je moet uit kunnen leggen wat het effect is. Welke emotie, sfeer, idee of visie heeft deze kunstenaar geprobeerd te bereiken. En je moet kunnen beargumenteren waarom jij denkt dat een kunstenaar voor bepaalde kenmerken gekozen heeft. Dit was 6.3.